We zijn een melkveebedrijf van ongeveer 125 koeien. Wij laten alle kalfjes ongeveer 5 maanden bij de koeien lopen. En van de melk van de koeien maken we zuivel, dagverse zuivel. En van het vlees van de stierkalfjes maken we vlees. We hebben vleespakketten en los vlees. Wij verkopen de producten onder andere vanaf ons eigen erf. En we vinden het heel leuk dat de mensen dan komen en dat ze we kunnen laten zien op welke manier wij boeren. Voor ons houdt agro-ecologisch werken in het samenwerken met de natuur, het leren van de natuur en kijken hoe alles in de natuur gebeurt en van daaruit ons bedrijf te runnen. De koeien blijven gezonder door gevarieerd rantsoen en dat hebben ze door de eetbare hagen en de kruiden en de grassoorten die ze eten. Die stal die we daar laatst gebouwd hebben, daar hebben ze veel mogelijk duurzame materialen in gebruikt. De constructie is van gelamineerd hout en de buitenafwerking is onbehandeld hout. Ook dakbedekking is eigenlijk het beste alternatief wat er was, is toch gewoon de golfplaat die we gebruikt hebben. En daar liggen nog 400 zonnepanelen op. In onze ontvangstruimte die voor in de stal is, daar hebben we een gronddak op gemaakt. Geen sedumdak, maar echt een dak met een halve meter grond erop, waar gras op groeit. Om de mensen iets van ons bedrijf te laten zien, hebben we onder andere 15 camperplaatsen aangelegd. Zo kunnen mensen hier kamperen en overnachten en dan kunnen ze iets van ons bedrijf beleven eigenlijk. Ik vind het wel leuk om mensen erover te vertellen en ze me rond te lopen, dat ze zijn onder het melk, ja, dat is op zich, dat past me wel. We zijn vrij kritisch op wat we doen en we willen ons steeds verder ontwikkelen. Daarom hebben we een stuk weiland ingericht als zogenaamde bosweide. Dat wil zeggen dat we hebben sleuven gegraven, daar hebben we takken in gedaan. Daar hebben we zand op gedaan en daar hebben we bomen op geplant. De bedoeling daarvan is van die takken dat organische stof langzaam vrijkomt, dat ze water vasthouden. En de bedoeling voor het vee is dat ze verschillende dingen kunnen eten, dat ze schaduw hebben, dat we zelf van kunnen oogsten.